Welkom bij de Staat van het Onderwijs van Café Weltschmerz. En vandaag ga ik in gesprek met Jan-Willem Bruins over het HBO. Ja, welkom Jan-Willem. Fijn dat je hier bent vandaag. We gaan met elkaar praten over het HBO. En daar weet jij alles van. Je bent jarenlang voorzitter geweest van de Vereniging van Medezeggenschapsraden in het HBO. Je bent ook zelf tot op de dag van vandaag werkzaam in het HBO. Als docent levensbeschouwing, filosofie. En dat doe je al zo'n 25 jaar. Je hebt je op allerlei manieren ook bezig gehouden met het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs, bekostiging. Daar gaan we het ook uitvoerig over hebben. Dus welkom. En ik zou eigenlijk aan jou willen vragen als begin, hoe gaat het eigenlijk met die medezeggenschap in het HBO? Medezeggenschap is belangrijk in het HBO. Het is natuurlijk toch een van de weinige spiegels waarin de zeggenschap kijkt. De raden van toezicht hebben daar natuurlijk een rol in, ook niet altijd even sterk. Mm-hmm. En de medezeggenschapsraden hebben natuurlijk daar ook een belangrijke rol in. Ze zeggen altijd, een goed bestuur organiseert zijn eigen tegenspraak. En de kwaliteit van die tegenspraak die is natuurlijk sterk afhankelijk van de kwaliteit van de mensen die erin zitten. Maar sinds de medezeggenschapsraden meer samen optrekken, ook in het HBO, met die vereniging van medezeggenschapsraden, is de medezeggenschap ook verbeterd. Omdat je natuurlijk een heel groot netwerk hebt van insight informatie over hoe hogescholen dat doen. En als je die krachten bundelt. En professioneel bestuur daar tegenover natuurlijk. Ja. Want jullie doen het allemaal vrijwillig? Ja. Nou, niet helemaal vrijwillig hoor. Er zijn wel redelijke faciliteitenregelingen. Okay. Maar het klopt. Het zijn geen fulltime medezeggenschappers. En wel fulltime bestuurders. Dus daar is natuurlijk ook. En er zit natuurlijk ook wel altijd een spanning in dat mensen met talent voor bestuur of talent voor zeggenschap, om maar zo te zeggen, vaak ook veel meer carrièreperspectief zien in die lijn. Terwijl je natuurlijk eigenlijk ook zou willen dat mensen met dat soort talenten de medezeggenschap ingaan. Ja, nou, je hebt het dan natuurlijk met medezeggenschap over wat ze dan wel noemen countervailing power. Ja. Dus binnen een organisatie. Ja. Nou is er de afgelopen jaren natuurlijk nogal wat te doen geweest over dat HBO. Iedereen die een klein beetje vertrouwd is met het onderwijs heeft al eens gehoord van de affaire in Holland. Hmm. We hebben de diploma-fraude gehad. Dat is al, denk ik, alweer zo'n 10 jaar geleden. Zo om en nabij. Discussies over besteding van de middelen, waar jij zelf ook actieve rol in hebt gespeeld. Daar gaan we het ook nog over hebben. Wat zie jij zelf als de leerles eigenlijk uit die commotie? Wat was er toen eigenlijk aan de hand? Misschien laten we daar maar eens mee beginnen. Want je hebt daar zelf eigenlijk volop in gezeten. Je hebt dat meegemaakt. Binnengekomen 25 jaar geleden. Nou ja, dan die commotie toch, pak een beetje zo'n 10 jaar geleden. Hoe dat allemaal begon. Jarenlang eigenlijk HBO toch stevig bekritiseerd. Ja. Misschien altijd als we dat eerst die geschiedenis eens even gaan verkennen met elkaar. Wat was de voorgeschiedenis van al die dat rumoer rond HBO? Ja, ik denk dat die affaire in Holland, die bracht natuurlijk opeens het spel op de wagen. Toen werden natuurlijk een aantal kwaliteitsproblemen duidelijk. In Holland heeft daar heel veel publiciteit voor gekregen, maar dat probleem zat wel breder in het HBO. Misschien voor mensen die niet alle details weten, want ik ken al in Holland, wat kwam daar naar buiten? Nou, het was natuurlijk, het was eigenlijk een dubbel probleem. De inspectie was van mening dat een aantal opleidingen onder de maat was. En dat, ik geloof zelfs 40% van de diploma's die daar verstrekt waren, ten onrechte verstrekt waren. Ja. Dus dat was echt een groot kwaliteitsprobleem. En tegelijkertijd waren die opleidingen al goedgekeurd door het zogenaamde accreditatieorgaan. Dus de sector heeft haar eigen kwaliteitstoezicht georganiseerd, dat noemen we de NVAO. En die hadden die opleidingen goedgekeurd. Dus het vertrouwen kreeg eigenlijk op twee punten een knauw. Kwaliteit van het onderwijs en kwaliteit van het toezicht. En dat kwam samen. En toen zag je eigenlijk een soort
accumulatie aan effecten. De politiek vertrouwde het HBO eigenlijk niet meer. Dat ging verder de samenleving in. Het was heel veel publiciteit. En toen, ja, toen lag het probleem echt op tafel. Maar het achteraf gezien zou je kunnen zeggen dat er heel veel aandacht naar In Holland is gegaan. Maar het was natuurlijk eigenlijk al een soort exponent van wat er in de samenleving gaande was. Nieuwe ideeën over onderwijs, nieuwe leertheorieën. Nou, sommigen kennen misschien het woord competentiegericht onderwijs. Het was eigenlijk te verwachten dat dit zou gaan gebeuren. En het begint allemaal, denk ik, met een cultuur, ook in het onderwijs, maar wel wat meer in de samenleving, waarin kennis, en dat speelt natuurlijk dan vooral in het hoger onderwijs in dit geval, waarin de kenniscultuur onder druk komt te staan. En dan, als een kenniscultuur niet meer leidend is in het hoger onderwijs, ja, dan krijg je natuurlijk dan krijg je allerlei risico's. En bijvoorbeeld die radicalere varianten van competentiegericht onderwijs, die toen erg populair waren, en vraaggestuurd onderwijs en allerlei varianten, die lieten eigenlijk de ruimte om, zeg maar, die relativering van kennis, van het belang van kennis, te legitimeren met een nieuw onderwijskundig model. Ja. En daar werd natuurlijk ook steeds veel gebruik van gemaakt door de hogescholen. Ja, nou hadden we het even over In Holland. Hè. Ik wil dadelijk nog terugkomen op dit punt. Jij zegt terecht, denk ik. En wat er in Holland naar buiten kwam, dat was eigenlijk aan de hand op heel veel instellingen. Niet overal, maar wel toch op heel veel instellingen. Daar is toen fors op ingegrepen. Althans, in het geval van in Holland. Nu kun je wel zeggen, in Holland was ook typisch een product van een bepaalde ontwikkeling die onder andere bestond uit vormen van onderwijs, zoals dus de ideologie daaromheen. Ja. Maar ook natuurlijk een enorme schaalvergroting die heeft plaatsgevonden in de afgelopen decennia eigenlijk. En ik denk dat in Holland een van de voorbeelden was van een hele grote organisatie inmiddels. Ja. Klopt. Lijkt me voor medezeggenschap ook niet zo eenvoudig trouwens. Maar ook een bekostigingsmodel daarbij. Dat is een soort drieslag. En ik denk dat het belangrijk is. De schaalgrootte, vormen van bekostiging en, laten we zeggen, ideologieën rond onderwijs. Zoals jij het zegt, die eigenlijk die kenniscomponent onder druk zetten. Nou, het lijkt me verstandig om die verschillende onderdelen toch even apart te gaan behandelen. Laten we eerst eens toch beginnen met die bekostiging. Dat is een ontwikkeling die eigenlijk in de jaren 80 op gang is gekomen. En in de jaren 90 eigenlijk in de versnelling is geraakt. Waarin de zogenaamde lump sum bekostiging zijn intrede doet. Scholen, ook hogescholen, een zak geld krijgen op basis van studentenaantallen en afstudeerders. Nou, jij hebt dat onderwerp ook goed uitgezocht, hè, wat er aan de hand is met die bekostiging. En daar ging eigenlijk veel mis. Kun je schetsen wat jij gaandeweg zo op het spoor kwam? Ja, nou, wat jij ziet natuurlijk op het moment dat die lump sum financiering zijn intrede doet, hè, dus de oormerking van bepaalde bedragen voor directe onderwijsuitvoering voor gebouwen enzovoort losgelaten wordt, de hogescholen natuurlijk veel meer beleidsvrijheid krijgen en ook veel meer keuzevrijheid. En je zag eigenlijk zo systematisch de bekostiging van het primair proces, dus laten we zeggen de docent in de klas en taken daar direct omheen. Die bekostiging werd eigenlijk steeds minder. En als bestuurders dan ook nog allerlei ambities hebben in de sfeer van schaalvergroting en fusies of mooie nieuwbouwprojecten, dan komt dat die financiering van het primair proces eigenlijk steeds verder onder druk te staan. En die In Holland affaire, dat ging een beetje gelijk op met wat Bon had dat ook al aangetoond. En die hoogleraar accountancy, Jan Bouwens, had daar toen een stuk over geschreven. Dat trok heel veel aandacht in de politiek. En men raakte er wel van overtuigd dat het een groot probleem was. En dat hebben wij toen eigenlijk met medezeggenschapsraden eigenlijk ook aan de kaak gesteld. Nou ja, en toen is dat eigenlijk ook in de politiek, werd dat goed opgepakt. Het was ook het momentum op de een of andere manier. Ja, dan hebben we het over welke periode? Ja, 2011, 2012. 2011, 2012. Ja. 2012. Ja. Misschien toch om even dat beeld scherp te krijgen. Je zegt, we hebben dus een lump sum bekostiging. De scholen gaan daar allerlei dingen van doen. Je ziet dat er fusies ontstaan, grote conglomeraten ontstaan. Je ziet dat men in gebouwen gaat investeren, onder andere. En nu wordt die lump sum
Die bestaat uit verschillende onderdelen waar ook feitelijk onderwijs geven één element van, ja. van is. En hoe is die verhouding veranderd? Of wat? Nou, op het moment dat dit speelde, hè, en mm-hmm. toen dus veel hogescholen het ook gingen uitrekenen, althans de medezeggenschapsraden namen daarin initiatieven, zag je eigenlijk dat de besteding van de middelen aan het directe onderwijsuitvoering, hè, de docent-student contacttijd. Ja, dus gewoon wat feitelijk een docent voor de klas kost, staat of voor de groep. Ja. En hoeveel geld er naar Precies. dat proces gehad, ja, inclusief ja. voorbereiding. Ja, wel inclusief voorbereiding. Inclusief voorbereiding. Ja, ja. En toetsing en dat hele. Maar dat, zeg maar, dat primaire proces op die manier gedefinieerd. Ja. En dat bleek zowel uit de berekeningen van die medezeggenschapsraden als van die hoogleraar accountancy, dat dat zo tussen de 22 en de 25% nog was. En nou is er natuurlijk. Dus 1/4 van het totale bedrag ja. Ja. ging nog maar naar ja. daadwerkelijk lesgeven ja. voor de klas. Ja. Waar ging de rest dan naartoe? Nou ja, kijk, die overige 75%. Want jullie hebben dat uitgezocht. Ja. Nou ja, je zou kunnen zeggen, wat een ander cijfer wat het probleem snel duidelijk maakt, dat ongeveer de helft van het personeel van een hogeschool was docent. En de helft was docent? De helft was docent, dus dan was het een verhouding van 1-1, hè, van onderwijzend personeel en niet-onderwijzend personeel. 55%, dat was wat wisselend per school. Maar de docenten zijn natuurlijk ook met andere dingen bezig. Die zijn vaak niet met de directe onderwijsuitvoering bezig. De CAO geeft nog uren voor andere taken. Dus als je dat helemaal, zeg maar, verder uitkleedt naar wat er echt overblijft, ja. dan bleef daar. Dus er ging eigenlijk de helft van wat de tijd die het budget wat docenten kostte, kwam maar in het primair proces terecht. Ja, dus voor mijn beeld weer, kijk je naar het personeel, dan zie je dat de helft aan docent is, zijn ja. ook niet echt veel. Nee, dat was ook al een schokkend cijfer. Dat is ook tamelijk schokkend. Nee, dus naast iedere ja. docent staat iemand die dat was bijna, met iets anders bezig is. Ja. Er waren wel positieve uitzonderingen, hoor. Er zijn altijd hogescholen geweest die al relatief veel meer docenten in dienst hadden. Maar er zaten ook heel veel scholen rond 55%. Ja, en dan zeg je dus van diegenen die dan bezig zijn op dat moment. Dus, of althans die docenten, als je kijkt naar waar ze hun tijd ja. aan besteden. Ja. Dan kom je uiteindelijk uit op nog een keer de helft eigenlijk. Althans een totaalbedrag van ja. 25%. Dus ja. een kwart van de uitgaven gaat daadwerkelijk ja. naar onderwijs. Ja, dus dat was natuurlijk toch wel een cijfer wat indruk maakte. Dat is namelijk schokkend. Ja, ja. Dat zowel bij de politiek, bij het ministerie, in de media. Dat werd toen sterk opgepakt. En dat heeft ook wel tot een zekere bereidheid geleid bij de politiek om daarop in te grijpen. Ja, voordat we daar naartoe gaan, toch? Ik gewoon puur uit interesse, want ik bedoel, jij kent die scholen van binnenuit. Je zegt de helft, hè, ongeveer, van de werknemers is actief in het onderwijs, of in ieder geval geregistreerd als docent. Ja, ja. Andere helft niet. Wat gebeurt er dan met de rest van dit personeelstijd? Ik bedoel, het heeft toch iets heel bevreemdend. Wat zijn al die mensen aan het doen? Nou ja, ik geloof als je natuurlijk, en dat hebben we toen ook wel goed bekeken, ook samen met experts op dat gebied, bijvoorbeeld het bureau Berenschot, hè, die was heel erg gespecialiseerd in onderzoek van naar overheid doen. En dan bleek eigenlijk natuurlijk dat hoe groter die hogescholen werden, hoe relatief duurder ze werden. Het bleek uit onderzoek van dat bureau bijvoorbeeld, dat hogescholen met meer dan 200-300 personeelsleden mm-hmm. eigenlijk niet meer hoeven te groeien. In de zin dat er geen schaalvoordelen meer zijn. Blijf je doorgroeien. Dan komen de schaalnadelen. Dan komen er langzaam, in het begin nog niet zo, maar langzaam steeds meer schaalnadelen. En het is natuurlijk ook best ingewikkeld om een school met 20.000, 25.000 studenten goed en ook efficiënt te organiseren. En je krijgt dus eigenlijk daarbij, wat zich ook wel voordoet, op het moment dat je zo groot wordt, dan word je ook een merk. En een merk moet beschermd worden. Dus je krijgt ook heel veel beleid dat toch wel gericht is op het beschermen van dat merk. Op risicomijding. Dus je marketing wordt heel erg belangrijk. Omdat mensen niet meer elkaar goed kennen in informele verhoudingen, in kleinschaligheid, krijg je natuurlijk heel veel protocolering, heel veel
standaardisatie van processen. Die allemaal moeten worden verwerkt. Die moeten die zijn, moet toezicht op die kosten geld. En die moeten, ja, dus je maakt ook een relatief een complexere organisatie. En het was natuurlijk, het mysterieuze was eigenlijk dat toen nog die schaalvergroting was nog aan de gang. Die fusieprocessen zijn nu wat rustiger. Er zitten er nog een paar aan te komen. Maar dat zijn meestal toch scholen die dan het idee hebben dat ze te klein zijn. Maar dat is rustiger geworden. Maar er was ook geen enkele bedrijfseconomische noodzaak om groter te worden. Je kunt wel zeggen, ik wil een groter marktaandeel of wat dan ook. Maar het is eigenlijk allemaal natuurlijk een variant op een meer bedrijfseconomische manier van kijken naar het hoger onderwijs. Ja, nou ja, je kan ook zeggen, het is eigenlijk niet eens echt bedrijfseconomisch. Nee, dat klopt. Want, ja, dat is ook zo. We kennen de vriend van Beter Onderwijs Nederland, waar ik de voorzitter van ben, de IVA. Die hebben geloof ik een overhead van 4-5 mensen. Ja. Met in totaal toch ook meer dan 1000 studenten. Dus die werken met heel. Ja. Maar goed, dat is een particuliere onderwijsinstelling in dit geval. Het vreemde, denk ik, in het hoger onderwijs is dat door die schaalvergroting schakel je ook je concurrenten uit. Dus dat is je kunt, maar dat is hetzelfde als in het bedrijfsleven. Je kunt ook allerlei motieven hebben om te willen groeien. En dat kan daarmee te maken hebben. Dat had daar ook voor een deel wel mee te maken. Het kan ook gewoon met megalomane ambities te maken hebben, wat dan ook. Maar op zich was het voor de onderwijskwaliteit vanuit efficiëntieoverwegingen. En dat was vaak wel het argument natuurlijk, vooral het laatste. Was het eigenlijk helemaal niet nodig. Nee. En complexe. Sterker nog, er werd dus ook ronduit getwijfeld aan de kwaliteit van het onderwijs. Ik denk dat we moeten teruggaan. Misschien kunnen we dat element er nu bij pakken. En je zegt dus een heel klein deel, van het toch een schokkend deel, klein deel van het budget gehad naar het primaire proces. Ja. Mensen zijn binnen die organisatie ook met allerlei andere dingen bezig. Vooral met het organiseren van dat primaire proces. Ook de docenten zelf, die dus misschien aan ontwikkeling doen, of aan samenwerking, of aan vergaderen, aan overleg, ja, aan alles wat daarbij hoort. Maar dat gaat natuurlijk ten koste van wat je over hebt voor dat primair proces. Een van de kritiekpunten, meen ik mij te herinneren, was ook het gebrekkige aantal contacturen. Ja. Ik kan mijn ouders herinneren ook, mij in de omgeving, die echt hun beklag deden, dat hun zoon of dochter op een hbo zat en maar 10 uur op school zat en dan kreeg ze nog niet eens echt les ook. Ja, dat hing natuurlijk samen. Kijk, als je bekostiging van het primair proces ongeveer nog een kwart van je middelen... Hoe ga je dat oplossen? Dan kan je natuurlijk ook niet meer heel veel contacttijd bieden. Daarom waren dat twee, en dat zijn later wat we noemen prestatieafspraken geworden. Hè? Toenmalig staatssecretaris Zijlstra ging ingrijpen in het hoger onderwijs, en zeker in het hbo... waren dit twee belangrijke prestatieafspraken. En die hangen natuurlijk met elkaar samen. Dus als je iets wil doen aan de onderwijsintensiteit, en dat is uit allerlei onderzoeken natuurlijk bekend, dat hoe meer er contact is tussen docent en student, dat die onderwijskwaliteit beter wordt. Maar dat kon natuurlijk niet. Sterker dan, dat zijn mensen van 17, 18, 19 jaar. Ja. Die komen op zo'n school, die hebben ook nog een sociaal leven erbij. Die hebben hun baantjes erbij. Nee, maar dat is die dus hoeven nog maar 9 uur daar aanwezig te zijn. Dat kunnen ze misschien in 2-3 lesdagen doen. Nee, maar dat is ook zo. En, dus er was eigenlijk natuurlijk wel, zeker bij die medezeggenschapsraden, maar dat had Bon natuurlijk ook, was natuurlijk wel een besef dat je die contacttijd natuurlijk alleen maar omhoog kreeg als er ook een andere financiering zou komen van het primair proces. Dus daar is toen sterk op ingezet. En eigenlijk was er ook wel bereidheid om daar wat aan te gaan doen. Vandaar ook dat er wel een prestatieafspraak gekomen is. Waarin alle hogescholen eigenlijk moesten zeggen hoeveel meer docenten ze in dienst zouden gaan nemen om ook meer contacttijd mogelijk te maken. En er kwam ook nog een aparte afspraak om meer contacttijd te hebben. Maar eigenlijk, ik heb dat later nog eens bestudeerd en het is toch een beetje merkwaardig gegaan. Want je zag eigenlijk dat die commissie die toezicht moest houden op die verbeterplannen, mm-hmm, die was door de minister ingesteld, die bestaat nog steeds, die gaat dit jaar haar werk afronden. Maar die commissie die beschreef dat eigenlijk ongeveer de helft van de hogescholen helemaal geen plannen had om zeg maar, het aantal docenten in dienst te verhogen. Dus middelen voor het primair proces te verbeteren. En dat heeft die commissie eigenlijk gewoon geaccepteerd. Dat was opmerkelijk. De andere helft van de scholen had wel ambities, soms ook behoorlijke ambities. Maar eigenlijk zag je van meet af aan al die ambivalentie eigenlijk tussen de Vereniging Hogescholen, of de toenmalige HBO-raad, en ook wel de universiteiten, want die waren daar natuurlijk ook in betrokken.
men had eigenlijk niet zo'n zin in die prestatieafspraak. En tegelijkertijd was het natuurlijk de lobby, met name vanuit de Tweede Kamer, om zoiets te doen, heel sterk. Er is een soort compromis uitgekomen waarin dan de universiteiten wel iets zouden gaan doen. Die hadden namelijk toegezegd hun overhead iets terug te dringen. En de hbo's hadden dus, ongeveer de helft van de hbo's had gezegd, we gaan het aantal docenten verhogen. Nou, die Vereniging Medezeggenschapsraden heeft dat toen al een keer gemonitord. En die kwam erop uit dat het inderdaad een paar procent verbeterd was. Maar gezien de ernst van de situatie, zoals die cijfers aantonen, was er natuurlijk toch niet heel veel ambitie op dat gebied. Ja, nou wat mij nou opvalt, en dat is ook wanneer je de brochures leest of wanneer je naar de website gaat, is dat natuurlijk iedere hogeschool toch van zichzelf wil zeggen dat hij natuurlijk met hele mooie dingen bezig is. Ook met nieuwe didactieken. Dat is ook iets wat je zelf hebt opgemerkt zo even. Ja, want de vraag die zich natuurlijk ook opdringt is ja, hoe kunnen ze ermee wegkomen? En dat is en ik denk dat een van de verklaringen daarvoor is dat er een eigenaardige samenspel, misschien wel eens giftige cocktail, tussen enerzijds dat bekostigingsmodel en anderzijds die didactieken heeft plaatsgevonden. En want ik denk dat een van de slogans, zoals die met name van zo vanaf 2000 ook, en dat zie je in het voortgezet onderwijs rond nieuw leren, in het beroepsonderwijs rond competentieonderwijs, of vraaggestuurd onderwijs. Een van die slogans is natuurlijk dat leerlingen tegenwoordig op een andere manier kennis verwerven. Ja. En dat ook kan met behulp van ICT. Dat de leraar of docent voor de klas, dat is eigenlijk een lesboer. Daar heb je ook niet meer zoveel aan. Die wordt op allerlei manieren, is dat eigenlijk een figuur die wat verdacht is geworden. En je ziet dan natuurlijk ook dat men lesvormen introduceert. En dat is zeker in mbo en hbo ook volop gebeurd. Waarin eigenlijk leerlingen in groepen moeten gaan werken. En zelf met leervragen aan de slag gaan. Zodat ze leren, dat ze oplossingen leren zoeken. Ja. En dan hoef je ook niet meer per se vakdocenten daar te hebben, maar kun je ook meer mensen aannemen die het proces begeleiden, die dat gaan coachen. Ja. Kortom, de samenstelling, ik denk als we naar in Holland kijken, dan zie je dat typisch dat daar gebeurd is, maar ik denk dat het op heel veel hogescholen zichtbaar werd. Dus enerzijds hypermoderne didactiek, leervragen, ICT, samenwerken, groepen, praktijk, vraaggestuurd. Tegelijkertijd als een bezuinigingsinstrument op dat primaire proces. Ja. Iets wat jullie ook hebben aangekaart? Ja, de Vereniging Medezeggenschapsraden heeft zich wat minder met die didactische kwesties bezig gehouden, wat meer met die andere onderwerpen. Maar ze hangen natuurlijk samen. Ja, want je sprak je zorgen uit over kennis. Nou, precies deze context daarmee te maken. Ik geloof ook wel, als er nog een kenniscultuur bestaat, ook in het hoger onderwijs, als we dat met elkaar nog belangrijk vinden, dan is het ook helemaal niet zo erg als dat de basis is, mm-hmm. dat je vervolgens aan groepen studenten of leerlingen via een of andere creatieve of thematische invalshoek vraagt om daarmee aan de slag te gaan. He, en dat verschillende vakgebieden samenkomen, dat ze dat interdisciplinair leren bekijken. Maar dat komt allemaal pas daarna. Ja, precies. En volgens mij de denkfout is dat je in een cultuur waarin kennis al erg onder druk staat, mm-hmm. Daar dus eigenlijk eerst veel in gerepareerd moet worden, dat je dan daarbij begint. Het is eigenlijk een soort extra voor het verwerken van die kennis. Het zou eigenlijk aan het eind van de lijn moeten komen. Daar is niet zoveel tegen. Hè? Dat je zegt dat je dat gaat integreren en gaat toepassen. Maar in plaats daarvan begon men ermee. Ja, en daar had je inderdaad een heel merkwaardig huwelijk tussen bestuur en onderwijskundige ideeën. He, want inderdaad, het kon goedkoper, dan hoeft hij niet een dure docent te hebben. Het klinkt nog heel sexy ook natuurlijk. Je eigen leervraag, motivatie. Maar ja, dat dit kon gebeuren, kijk, het is ingewikkeld. Want dit gebeurde natuurlijk niet alleen in het hbo. Hè, nee, en, dat zat breed in de onderwijscultuur. Het is overigens nog niet helemaal weg. Het zit eigenlijk ook wel breed in de samenleving. Want in die zin is onderwijs natuurlijk ook geen aparte entiteit. Het is een afspiegeling van wat er in de samenleving gebeurt. En we leven natuurlijk in een cultuur waarin zeg maar, persoonlijke preferenties van jongeren, maar ook van volwassenen, leidraad voor het handelen zijn. Dus als je natuurlijk steeds
je eigen behoeftes en je eigen wensen. Je doet het op jouw manier, je kunt samenstellen op jouw manier. Je kunt zelf ook informatie vergaren, dat is natuurlijk ook evident. Ja. Je kunt je eigen reis samenstellen en zo kun je ook je eigen onderwijstrajecten bij vormgeven. Precies, en dat zit eigenlijk al in de cultuur. Hè. Dat begint natuurlijk met een, zeg maar, een beetje economisch perspectief. Dat marktdenken wordt breed ook in de non-profit sector geïntroduceerd. In het economisch denken is een vraag een neutraal begrip. Dat is een waardevrij begrip. Of wat je ook wil, het is eigenlijk prima. Want het is, de vraag is non-moreel, zou je kunnen zeggen. Als je dat type vraag introduceert in het onderwijs, dan sla je een hele belangrijke stap over. Want in het onderwijs is het dan altijd een belangrijke overtuiging geweest dat de wil of de vraag of de wens of die persoonlijke preferentie niet een neutraal gegeven is, maar gevormd moet worden. Daar is educatie zo ongeveer op gericht. En als je dat overslaat, en dat gebeurt natuurlijk bij die vorm van vraaggestuurd onderwijs, dan kon een student zijn persoonlijke leerweg bedenken op 17-jarige leeftijd. Hè? Alsof je dan zou weten wat je moet leren. Maar dat was natuurlijk toch ook een exponent van wat er in de samenleving gaande was. Met een enorme psychologisering viel mij ook op. Ja. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, nou, wanneer je dat eens een keer doet, is dat helemaal niet verkeerd natuurlijk. Ja. Dat je reflecteert over wat je aan het doen bent. Maar dat werd op een gegeven moment werd dat een standaard ingrediënt bij alle onderdelen binnen de opleiding. Ja. En waarbij dan de competentie uiteenviel in vakinhoud, de vaardigheden en de houding. En waarbij die houding met name dan de psychosociale element vormde. En daar zie je eigenlijk hetzelfde. Op zich is er natuurlijk niks mis met een competentie als het een soort samenvatting is van wat je in de praktijk moet kunnen. Zeker voor het beroepsonderwijs is daar niks mis mee. Maar als je een competentie hanteert in die context van de boel organiseren op basis van persoonlijke voorkeuren en persoonlijke preferenties, dan krijg je, dat heeft de Duitse pedagoog Thomas Zie heeft daar mooi over geschreven, dan krijg je een cultuur van vermijding. En dat zit volgens mij ook sterk in onze samenleving op dit moment. Als je natuurlijk je eigen wensen en verlangens en behoeftes leidraad voor je handelen zijn, dan wil je het comfortabel, dan wil je het aangenaam, dan moet het niet te moeilijk zijn. En dan krijg je dus ook dat je gaat vermijden. Nou, studeren is helemaal niet altijd leuk. En je door een complexe tekst heen worstelen is ook niet altijd makkelijk. Maar dat kun je, als je natuurlijk die kennis in zo'n competentie niet meer duidelijk definieert en niet meer duidelijk vastlegt, dan kun je dat gaan vermijden. En dat is volgens mij wat er gebeurd is. En vandaar dat we later ook weer reparatiepogingen kregen. Laten we nog even bij blijven. Want ik denk dat het belangrijk is om dat helder te krijgen. Ik had het over die psychologisering. Dat hangt natuurlijk samen met heel erg reflecteren op datgene wat je zelf aan het doen bent. Of wat de ander doet. Ja. En dan zeggen, nou, ik voel dit bij jou. Of ik zie nu dat ik op deze manier reageer. Ik vind jou niet kritisch genoeg, of ik vind mezelf niet kritisch genoeg, of je staat te weinig open voor kritiek. Of, ik bedoel, je kunt op allerlei manieren. Ja. En dan wordt een leerproces, gaat heel erg de nadruk leggen eigenlijk op de psychologische dynamiek. Bij 17, 18-jarigen, waarbij eigenlijk die lesstof op de achtergrond kan gaan raken. Want het gaat meer van, ja, hoe ben je daarmee omgegaan? Heb je dat verwerkt? Hoe heb je gedragen in de groep? Heb je meegewerkt? Heb je naar jezelf leren kijken? Maar de beheersing van de elektrotechniek, of de beheersing van boekhouden, of de beheersing van kennis van het lichaam, begint als het ware op de achtergrond te raken. Ja, nee, want op zich geloof ik dat die psychologisering, of dat leren reflecteren op wat je doet en waarom je de dingen doet, zeker in het hoger beroepsonderwijs, is dat helemaal niet verkeerd. Alleen, het moet niet een te groot bestanddeel worden van het programma. En het komt pas na een kennisbasis. Ja, dat zijn we nu weer zo gaan noemen. En dan is het natuurlijk helemaal niet verkeerd. Ja, en ook natuurlijk het gevaar dat in plaats van met de stof bezig te zijn, we voortdurend met elkaar als psyche bezig zijn. Nee, er zit wel een aspect in waarin we natuurlijk... Ja, ik vind, wat reageer jij nu vreemd? Ja, nee, dat is... ga ik nu even uitleggen waarom ik dat... Nee, het is dus, nee, in plaats van dat je de zaak bespreekt, zogezegd. Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook een... Dat is het ook wel, en dat zit zowel bij studenten als ook wel bij een deel van de docenten. Daar zit natuurlijk ook een geweldige behoefte aan communicatie onder. En niet alleen luisteren, hè, zoals het misschien vroeger te veel was.
Maar het is natuurlijk een mateloos verlangen naar communicatie en contact. Want er ontstaat wel iets meer contact op het moment dat je daarover gaat praten. Of dat je dat reflecteren op een persoonlijke manier doet. Dus daar is op zich ook niet zoveel mis mee. Alleen het is wel, als je het nou hebt over waar ik net over had, die cultuur waarin die persoonlijke preferenties de voorrang krijgen. Als je een gemiddelde student laat kiezen, dan is het in de wereld van de kennisstappen vaak net iets moeilijker en misschien ook iets minder aantrekkelijk op het eerste gezicht dan in de wereld van de reflectiestappen. En, ja. Maar dat geldt voor een deel van de docenten ook. En het zit natuurlijk meer dan ooit in onze cultuur. We communiceren natuurlijk ons absoluut te pletter. En ook allerlei oordelen over anderen, ja, over andermans gedrag. En we reageren ook, ja, weer op wat anderen van ons vinden. En de vraag, ja, is hoe reflectief dat is natuurlijk. Maar, Nee, maar ik vind het wel fascinerend hoe, dat zie je bij jongeren iets meer, maar je ziet het bij ouderen ook wel, dat bijna de hele dag gecommuniceerd, ja, wordt. Via alle digitale media die er nog eens bijgekomen zijn. Hè, dat is natuurlijk, dat is al lang aan de gang, maar het is, als je soms hoort hoeveel sms'jes vroeger, ja, jongeren per maand stuurden, nou, dat is natuurlijk alweer voorbij, hè, maar dat WhatsApp en zo, dat gaat de hele dag door. Ja. En dat is ook een probleem in het onderwijs, maar die behoefte dus aan contact en communicatie is zo groot en ook zo aantrekkelijk gemaakt, want er gebeurt natuurlijk ook voortdurend wat, never a dull moment, dat die zekere verstilling en aandacht die nodig is om je in de wereld van kennis te ontwikkelen, die staat wel onder druk daardoor. Ja, ja, en ik denk wat je in die periode ook hebt gezien is dat men bijvoorbeeld wel kennis inhouden definieerde, maar dat door die vorm waarin je het in groepen deed, waarin je ermee werkte, het niet zozeer dat moeizame proces van toe-eigening was wat de, ja, nadruk kreeg, ja, maar weten waar je het kunt vinden, ja, en ongeveer, dus veel, ja, impressionistischer. Wel doorhebben wat het zo ongeveer is, in plaats van internaliseren en je, ja, toe-eigenen. En ik denk dat oefening, dat, dus het oefenen zodanig dat je een bepaalde vaardigheid, echt een vaardigheid krijgt. Ja, ja. Dat door bijvoorbeeld die combinatie van probleemgestuurd onderwijs, waarin je vraagstukken moest oplossen in groepen en dan projecten werken, dat het eigenlijk het inslijten, dat veel meer op de achtergrond raakt. Ja. Ja, dat is minder aangenaam. Zo, ja, er zit een andere moeilijkheidsgraad in. En, maar je komt dus eigenlijk wel weer steeds op een, bijna op een cultuuraspect uit. Ja. En dat is ook in het onderwijs gebeurd. En dat is voor een deel nog steeds aan de gang. En je noemde net al natuurlijk, daar zitten we natuurlijk nu ook weer middenin. Natuurlijk dat die digitale explosie ook weer leidt tot allerlei andere ideeën over onderwijs. En dat het nu weer anders moet. Maar wat je eigenlijk steeds ziet gebeuren is dat klassiek onderscheid tussen informatie en kennis, en volgens sommigen komt daarna ook nog wijsheid. Ja. Dat, zeg maar, die drieslag, die wordt totaal door elkaar gehaald. Het idee dat je op internet iets kunt vinden, en dat is dan in eerste instantie informatie, dat is natuurlijk zo. Hoewel die informatie pas betekenis krijgt natuurlijk in een context van kennis, van samenhangende kennis, van een kennissysteem of een vakgebied. En dat wordt eigenlijk voortdurend ook door onderwijskundigen door elkaar, ja, gehaald. Ja. En nou, dat is wel mooi dat je dat zegt. Hè? Dus ik vergelijk het wel eens met de TomTom. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar sinds ik een TomTom heb, merk ik dat ik ook zelf nonchalanter word in mijn routes. Vroeger was ik als het ware gedwongen om te onthouden waar ik in de stad gereden had. Wanneer je weer op zoek was zodat je kon oriënteren. En dat woord oriënteren geeft eigenlijk aan dat je ergens thuis in bent. En je zou kunnen zeggen, dat is het niveau van de kennis. Yeah. En dat is, je hebt een horizon. Iets waardoor je bepaalde verschijnselen kunt duiden, kunt plaatsen, kunt relateren, in verband kunt brengen met. En net als die TomTom, dat die oriëntatie eigenlijk verdwijnt, kun je zeggen dat we door die nadruk op informatie eigenlijk ook die oriëntatie kwijtraken. Ja, dat is ook zo. Dus dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Nou ja, daar kom je natuurlijk, daar kom je eigenlijk op twee interessante aspecten. Ik geloof dat die, dat heeft ook te maken natuurlijk met vroeger dachten we nog in hogere cultuur en in volkscultuur of alledaagse cultuur. Nou, het woord hogere cultuur mag je al haast niet meer in de mond nemen. Maar als je dat wegdenkt uit de cultuur, en die is natuurlijk moeilijker toegankelijk, en die is ook misschien voor een deel meer weg. Als je in die alledaagse cultuur waarin bijvoorbeeld de jongeren leeft, en dat is natuurlijk Facebook en het hele digitale universum, als je daarin leeft, dan is die
die eigen wereld, dus die stip aan de horizon of die bredere context, die is eigenlijk ook weg. Dus je moet ook eigenlijk uit die eigen wereld gehaald worden. En dat is de taak van het onderwijs, om je in te wijden in andere werelden, grotere werelden, moeilijkere werelden. En die taak die staat denk ik erg onder druk. Ja. Omdat we denken dat alles in die leefwereld van die student zich kan afspelen. Er zijn ook wel natuurlijk onderwijskundigen die zeggen, de student zit op Facebook, wij moeten ook op Facebook. Dan moet die hele hogeschool geïncorporeerd worden op Facebook. Maar dat geloof ik niet. Je doet ze er ook geen recht mee als je ze daar laat zitten, laat ik het zo zeggen. Wij moeten natuurlijk ze verleiden om daar uit die wereld te komen. En ook een andere ruimte te betreden. Ja, dat denk ik wel. En misschien even voor het overzicht. Hè. We begonnen met wat was er bij het HBO aan de hand? Nou, je ziet er al die nieuwe didactieken die zijn geïntroduceerd. Die werden waren handig om bezuinigingen door te voeren. Soms was dat misschien niet het primaire motief, maar kwam het wel mooi samen. Je ziet dan ook dat men docenten kan aannemen die meer op het proces gaan zitten. Dat je zelf ook kennisvakken gaat afschaffen, wat ook gebeurde. En dat men zo de nadruk op vaardigheden, op competentie, nieuw leren gaat leggen. Dat het eigenlijk niet meer helemaal duidelijk is wat nou precies het curriculum is. Ja. Wat nou echt de stof is die je beheerst. Nou, daar lopen we dan bij in Holland tegenaan. Dat op een gegeven moment studenten afstuderen die eigenlijk hun taal niet meer beheersen, slecht kunnen lezen en schrijven. Ja. Die ook een gebrekkige vakinhoudelijke kennis hebben, maar niettemin een diploma krijgen na 4 jaar. Omdat ze toch met die groepen mee en hun werkstukken toch uiteindelijk in dat 4e jaar terecht zijn gekomen. Waarbij de vraag is, nou, wat heb je ze nou echt meegegeven? Nou, dan, je ziet dan dat eigenlijk de roep om kennis weer terugkeert. Ja. Dat is we gaan zeggen, kennis is weer belangrijk. En we gaan kijken naar inderdaad de besteding van de middelen. En dat hoort allemaal bij die prestatieafspraken waar jij het zo even over had. Ja. We zijn nu een aantal jaren verder. Wees er zo even al op. Wat is jouw blik daarop? Is er veel ten goede veranderd? Nou, kijk, ik denk wel, het was natuurlijk toch wel een schok. En ook wel voor de hogescholen zelf en minder voor de universiteiten. Maar dat ze die prestatieafspraken moesten maken met het ministerie. Het was natuurlijk toch, zelfs voor een neoliberale staatssecretaris, behoorlijk een stevig overheidsingrijpen. Maar goed, men heeft er uiteindelijk afspraken over gemaakt. En een aantal hebben ook goed uitgepakt. Kijk, als je bedenkt dat sommige, ten tijde van die afspraken waren de hogescholen waar maar 20-30% van de docenten een masterniveau had in het HBO. Ja, dus die gaven onderwijs zonder dat ze zelf op hetzelfde niveau. Ja. Ja. Nou, is natuurlijk altijd wel een zekere spanning dat je in het HBO ook graag de beste mensen uit de praktijk wil hebben. Er moet ook nog een vak geleerd worden. Dus dat je daar soms concessies aan doet, daar heb ik wel begrip voor. Het hoeft niet 100% te zijn, maar masters. Maar het was natuurlijk eerder tegenovergesteld. Ze waren bijna schaars. Maar veel grote hogescholen, die kleine monosectorale hogescholen, hadden daar vaak wat lagere percentages. Maar ook grote hogescholen zaten vaak rond de 50%, 60%. Nou, en dat is wel heel stevig aangepakt. Hè. Dat is ongelooflijk veel geld geïnvesteerd om bijna al die docenten aan een masterniveau te helpen. Verhelp je daarmee het probleem? Nou, verandert dat wanneer iemand een master heeft gedaan? Wat ik om me heen gezien heb, is dat voor sommigen is het een ook een beetje verplichting natuurlijk. Ja. Ze moesten weer aan de studie. Maar je ziet ook wel dat het voor een aantal mensen één of twee jaar naar de universiteit gaan of HBO-masters, dat ze wel bijleren en dat ze ook wel weer iets van die kenniscultuur terugvinden. Maar dat dit een geslaagde afspraak is, dat kun je denk ik wel zeggen. Er zijn hogescholen die nu bijna 100% masters in dienst hebben. Maar je kan ook in sommige landen zie je dat eigenlijk de docenten ook op in het hoger onderwijs gepromoveerd moeten worden. Ja, maar dat is natuurlijk het probleem van het Nederlandse HBO. Dat is die Duitse vakhoogschule. Ja, maar in Vlaanderen zie je dat ook volop. Ja, het probleem van het Nederlandse HBO is natuurlijk dat het nooit een inbedding in de academische wereld heeft gehad. Ja. Dat is al een beetje een vreemde eend. Terwijl ze heel graag universiteit willen spelen, ook met promoties. Want als je het hebt over 2010, 2011, volop
Ik kan me herinneren dat soort fontes en zo allerlei promotieplaatsen aanboden. Ja, dat is nog steeds wel aan de gang. Maar dat kan natuurlijk op zich een positief effect zijn om weer iets van een kenniscultuur in het hoger beroepsonderwijs te stimuleren. En nog ingrijpender was natuurlijk dat sinds een jaar of 10 er natuurlijk ook echt onderzoek gedaan wordt aan de hogescholen. En ook met veel ambities. Er wordt veel in geïnvesteerd. Het waren dan heel vaak trouwens wel promoties die op het gebied van leren lagen. En nieuw leren. En competentie leren. En onderwijsontwikkeling. En dat zou ik misschien voor Fontys, ja. Dat voorbeeld, dat weet ik niet hoor. Maar de voorbeelden die ik ken zijn heel divers. Okay. En vorige week is er nog een collega, of 2 weken geleden, een collega van mij gepromoveerd aan de VU cum laude op een onderwerp. Waar men ook binnen de universiteit wel echt van onder de indruk was. Ja, dus dat kan natuurlijk ook, dat is evident. Dus er gebeurt echt wel wat op dat gebied. Er wordt ook echt veel in geïnvesteerd. Die plannen van Bussemaker zijn ook om het aantal lectoren, zeg maar de hbo-professor, om die weer te gaan verdubbelen de komende 10 jaar. Dus die ontwikkeling gaat wel door. Dus ik denk dat zijn ook geslaagde prestatiegesprekken. Zeker dus dat docenten weer op een masterniveau zitten. Maar er zijn een paar andere belangrijke prestatieafspraken die natuurlijk toch merkwaardigerwijs in de vergetelheid zijn geraakt. Dat is die afspraak waar we het net ook over hadden. Dat hogescholen meer docenten in dienst zouden nemen en meer geld naar het primair proces. Ja, want daar begonnen we eigenlijk zo even mee. Hè? Dus ook ja. die lump sum bekostiging. Die onder andere tot gevolg heeft dat de scholen, of impliceert, kan ik beter zeggen, dat hogescholen vrijelijk kunnen beschikken over die middelen en dat ook naar eigen inzicht kunnen invullen. Ja. Die prestatieafspraken die geven nu een richting, dat moet eigenlijk meer ook naar dat primaire proces toe. En we willen eigenlijk af van die hele schil daaromheen van activiteiten. Ja. Of in ieder geval die willen we en sterk terugdringen. Is dat gelukt, denk je? Als je daar nu naar kijkt, want je hebt er toen uitvoerig onderzoek naar gedaan, dus ook over gepubliceerd. Heb je dat de indruk dat het nu veel beter? Want je zou toch eigenlijk toch minstens naar de helft toe moeten, toch? Ja, nee, het zou ook veel en veel beter moeten. Maar ik denk dat er zijn een paar afspraken gelukt, maar ik denk dat deze niet gelukt is. Ik denk toch dat. Maar hoe komt dat nou? Ja, kijk, je ziet eigenlijk wat ik net al zei. Er zat natuurlijk in de sector zelf een ambivalentie over deze afspraak. Men had er eigenlijk niet zo'n zin in. De Vereniging Hogescholen en de VSNU kozen eigenlijk voor een ander type afspraak. Waardoor je wat minder duidelijk hoefde te maken hoeveel geld naar het primair proces ging. Een beetje een technisch verhaal. Maar dat gaf al aan dat de wil niet heel groot was. Ik zei al, ongeveer de helft van de scholen heeft eigenlijk niet eens een ambitie geformuleerd in deze prestatieafspraak. En wat je dan ziet, dat de commissie die daar toezicht op houdt, die verliest echt na een jaar ook al de belangstelling voor deze afspraak. En dat is ongetwijfeld ook, er is natuurlijk een geweldig lobbycircuit in bestuurlijk opzicht. Er is toch vrij snel consensus ontstaan, denk ik, over het feit dat we deze afspraak niet al te strak in het pak zouden zetten. En het merkwaardige is ook dat, ik heb er nog eens even die strategische agenda van Bussemaker gelezen, die nu vorig jaar gepresenteerd is voor de komende 10 jaar, haar plannen voor het hoger onderwijs. En zij wil heel graag weer een intensivering van het onderwijs, meer docenten voor de klas. Ze heeft het zelfs over 4000 extra docenten, 25 in het hbo, 2500 en iets minder, 1400 geloof ik op de universiteiten. Maar dan zou je toch verwachten dat als die prestatieafspraak goed gewerkt heeft, dat A, was deze afspraak dan niet nodig geweest, of deze ambitie. En wat je eigenlijk ziet is dat zij ook niet meer refereert in haar nota of in haar strategische agenda aan deze afspraak. Dus iedereen is hem eigenlijk weer vergeten. En dat is, ik denk, ook de verklaring voor het feit dat er op dit punt nog niet zo heel veel resultaat geboekt is. Ik sprak recentelijk nog iemand uit het hogere management van een hogeschool. Mm-hmm. En die berekent eigenlijk het cijfer wat Bouwens toen ook berekende. Ja. Zo ieder jaar een keer. Nou, dus dat is weer even voor de duidelijkheid. Gewoon puur. Hoeveel geld gaat er naar geld gaat er? Alle activiteiten waar docenten en studenten samen met onderwijs bezig zijn. Ja. Voor de klas, of stagebegeleiding. Scripties. Enzovoort. Al die directe activiteiten, daar is eigenlijk die school voor bedoeld. Ja. En hij had uitgerekend dat het ongeveer nog 20% was. 20? Dat is. En hij gaf daarvoor van iedere euro gaat er 20 cent naar onderwijs. Ja. En hij gaf daarvoor als verklaring dat er natuurlijk
misschien wel wat goede bedoelingen zijn geweest, hè, en ook wel wat initiatieven. Maar die zijn eigenlijk allemaal, ja, zeg maar, gestrand op de zandbank van goede bedoelingen. Want er zijn ook weer heel veel andere taken bijgekomen. En dat is ook wel zo. Het hoger onderwijs moet natuurlijk ook weer veel investeren in nu weer studiesuccesgesprekken, extra bijscholing, training van docenten. En dan nog allerlei sectorale afspraken voor de hogescholen zelf, bedoel ik. Dus dat is niet echt gelukt. Er zijn wel een paar hogescholen die grote ambities op dit gebied hadden. En ik heb dat nog eens nagevraagd in zo'n landelijk platform. En dan zie je ook wel dat een enkele hogeschool een forse verbetering heeft laten zien. Maar de meeste... Ja, je weet dat onze vereniging er natuurlijk al jarenlang ook mee bezig is. Ook met deze lump sum bekostiging. Ik had hier vorige uitzending ook Hans Duivenstein. Die eigenlijk ook hetzelfde heeft laten zien. Jij laat nu heel in concreet zien hoe dat zit in het HBO. Dus ik denk dat zelf dat daar ook wel iets fundamenteels moet gebeuren. Met oormerken of met gebouwen die ook de overheid onder de hoede gaat nemen. Want... Ja, je kan natuurlijk prachtige ambities hebben, maar als het geld niet naar de goede dingen gaat, die 4000 docenten, we hebben eenzelfde toezegging gehad in het VO bijvoorbeeld. Daar hebben Stijn had laten zien dat er eigenlijk vrijwel niets van terecht gekomen was. Er waren, geloof ik, voor die miljoenen waren er 300 extra leraren in Nederland aangesteld. Nee, dat is, en hier is het zo dat als je dat, ik heb dat even uitgerekend, maar het komt. Zeg maar, die ambitieuze plannen komen eigenlijk feitelijk neer op een stijging van 1% leraren per jaar per hogeschool. Dat is natuurlijk wel iets, maar... Dat is al niet heel bijzonder. Dat is al niet heel bijzonder. En als je dat in de krant natuurlijk neerzet als 4000 extra docenten, dat is exact hetzelfde, dan is dat natuurlijk wel bijzonder. Ja, maar er lijkt bijna een soort systeemlogica te zitten, waarin het bijna ook niet lukt... Om kennelijk naar dat primaire proces toe te gaan. Ik denk toch, en dat geldt zowel... voor de politiek, daar zit die vluchtigheid in, dat korte termijn verhaal. Het zit ook in de bestuurlijke wereld. Maar het zit echt ook in onze samenleving. Dit gaat niet veranderen als er niet weer van binnenuit door... ik zou bijna zeggen een nieuwe generatie, maar dat is wat misschien wat pathetisch... contact gemaakt wordt met het belang van die kenniscultuur. Want als bestuurders, maar ook docenten en de politiek en het ministerie... echt ervan overtuigd zijn dat dat de kern is van een school en van een hogeschool. Dat het gaat om die vorming. Ja, dan hoef je bijna geen oormerking voor die budgetten te doen, want dan komt het er wel. Ja, wat dat betreft maak ik me ook wel een beetje zorgen om die strategische agenda. Ik heb hem ook doorgenomen en wat mij opviel, dat heb je wel vaak in beleidsdocumenten, dat het wemelt van de goede intenties en doelen, die ook prachtig klinken. En tegelijkertijd blijkt Nederland het ook best goed te doen in het onderwijs en wordt aan dit probleem inderdaad geen enkele aandacht geschonken. Het blijkt dat Nederland zeer goed is in 21st century skills. Ja. Die juist heel erg met die competenties te maken hebben. Ook jezelf verkopen en met de groep samenwerken. Creativiteit, die eigenlijk helemaal niet die kenniscomponent betreffen. En dan tegelijkertijd staat er in zo'n rapport, met de kennis zit het wel goed, maar... onderwijs bestaat en dan haalt men Bistra bij, die nu ook voor van alles en nog wat wordt gebruikt. Het gaat niet alleen om kwalificatie, het gaat ook om socialisatie en het gaat ook om persoonsvorming. Ja. En dan lijkt het dat er rond kennis een probleem zou zitten, wordt in dat rapport eigenlijk helemaal niet benadrukt. Nee, dus dat is het ingewikkelde. En zolang dat ik heb daar ook geen oplossing voor, maar je zou natuurlijk wel kunnen zeggen, zolang daar niet weer een soort consensus over is in onze, eigenlijk gewoon in de samenleving, dan zou zo'n oormerking wel goed zijn. Dat je toch zegt, je krijgt voor een deel een lump sum als hogeschool of als universiteit of ROC. Maar het hart van de zaak, dat willen we toch, zeg maar, beschermen, zou ik bijna zeggen, via een oormerking. Dat deel, 50% gaat in ieder geval naar primair proces. En wat je eromheen doet, daar heb je nog genoeg beleidsruimte en vrijheid om dat te doen. Want het blijkt eigenlijk nu dat er zijn best veel initiatieven nu geweest vanuit de politiek en vanuit de sector zelf om hier verbetering in aan te brengen. En dat het toch nauwelijks lukt. Maar misschien dan toch om terug te keren bij waar we dit gesprek begonnen. Dus die medezeggenschap. Je zou zeggen, als dit nou ergens moet worden geagendeerd, dan is het wel binnen een medezeggenschaps.
raad. Ja. Die kijkt naar die besteding van die middelen, die kennis weer opnieuw op de agenda zet. Nou, dan zei je zelf al, we moeten roeien met de riemen die we hebben. En bovendien zie je ook bij bepaalde collega's dat die kennisvraag eigenlijk niet heel urgent is. Dat je ook een hele lichting van docenten hebt die misschien ook veel meer op het proces zit van met studenten werken en gezellig, maar die niet die kennis zo centraal heeft staan. Hoe ga je dat tegenwicht rond vanuit medezeggenschap, zeker in die enorme instituten, hoe ga je dat goed op orde krijgen? Ja, kijk, medezeggenschap vertegenwoordigt natuurlijk zowel docenten als niet-docenten. Dus dat is dan iets ander, ik zou zeggen bijna iets ander discours. Maar medezeggenschap kan natuurlijk wel. Maar je zou toch wel allemaal bezig moeten zijn met kennis, ja, toch? Nou ja, ja, of met goed onderwijs. Uiteindelijk. Goed onderwijs, ja. Maar waar kennis dan toch een vrij belangrijk onderdeel precies, van is. Precies. En, maar wat medezeggenschapsraden denk ik nog wel weer wat sterker kunnen doen, dat is natuurlijk gewoon hun besturen bevragen op wat heb je gedaan met die prestatieafspraken en waarom heb je er zo weinig mee gedaan. En wat ga je doen met de... Zou het helpen om die grote scholen gewoon in kleinere eenheden te hakken? Ik bedoel, ik lees ook in de strategische agenda, heeft het over kleine, herkenbare leeromgevingen. Maar ook om de concurrentie onderling, de eigenaarschap. Is het wel wenselijk dat we al die grote instellingen hebben, of moeten we toch meer naar wat kleinere stukken toe, waar mensen veel meer het gevoel hebben dat ze met elkaar wat kunnen opzetten? Ja, er zijn natuurlijk ook wel politieke partijen die daar een lans voor gebroken hebben. Ik heb er ook wel over nagedacht. Het schijnt ook wel heel duur te zijn om de boel weer te ontvlechten nu. Dus jij zegt zelf dat een deel van die extra kosten eigenlijk wordt veroorzaakt door die schaalgrootte. Ja, dat proces. Maar je zou natuurlijk ook wel kunnen zeggen, er moet meer disciplinering komen intern in de omgang met de middelen. En als je een oormerking legt op dat budget voor het primair proces, en die is stevig, dan heb je natuurlijk een deel van het probleem wel opgelost, omdat er dan niet meer zoveel ruimte is om het steeds aan andere dingen uit te geven. En daarnaast geloof ik zeker, dat hebben we al besproken, ook bedrijfseconomisch, die schaalvergroting eigenlijk helemaal geen toegevoegde waarde heeft. Kijk, inhoudelijk zou je kunnen zeggen, het is leuk als studenten over de schutting van hun eigen opleiding ook nog vakken bij een andere opleiding kunnen doen. Zo, dan heb je een inhoudelijk motief om een wat grotere hogeschool te willen zijn. Maar hogescholen hebben dat nu ook al onderling met elkaar geregeld. Ja, je kan toch ook van de een naar de ander. Precies. Ik bedoel, je kan universiteiten kun je ook een college elders volgen. Dus Nee, dus het is nu zoals het is. Ik weet niet wat het zou kosten als je de scholen weer kleiner zou maken. Gaat ontvlechten. Het probleem is dat we nu vaak in grootschalige contexten kleinschalige eenheden wel kleinschalig wil organiseren. Maar wat je dan vaak ziet is dat die organische eenheden niet meer als uitgangspunt genomen worden. Dus dan wordt de boel weer op een vreemde manier opgeknipt. Dat werkt ook niet echt. Wat je natuurlijk ook wel ziet is dat er eigenlijk een veelheid aan opleidingen is ontstaan op die hogescholen. Ik geloof dat we van 8000 of zo opleidingen hadden op een goed moment. Maar daar wordt wel wat aan gedaan. Dat de onderlinge vergelijkbaarheid heel, heel moeilijk is. En misschien dan toch nog wel een laatste thema. Want we hebben het hier over kwaliteit en over kwaliteitsproblematiek. En het wonderlijke is, denk ik, kennelijk zo'n affaire als in Holland ons wakker heeft moeten schudden. Terwijl voor menig docent van binnenuit al het idee had, het is niet goed. Onze vereniging kent al heel lang dit soort klachten vanuit het docentenkorps. Ja. Maar ondertussen werden die opleidingen wel allemaal geaccrediteerd en die kwamen er eigenlijk ook goed uit. Nou, is er met dat stelsel natuurlijk, was er natuurlijk ook wel wat aan de hand. Hè? Ik denk dat daar een heel netwerk omheen was gegroeid. Ja. Van onderwijsadviesbureaus, onderwijsconsultants, bedrijfjes die de visitaties deden, de VBI's, de visiterende en de beoordelende instanties. Ja. Waarbij dan zowel, net als bij de accountancy, degene die advies gaven aan opleidingen, op een ander moment weer degene waar die
controleerde. En dat men dus ook... Ja, het is een... Is dat verbeterd? Nou, laten we zeggen, er is wel wat dat veranderd. Want dit netwerk is ook, je moet die kwaliteitscontrole dan intern op orde hebben. Dat doe je met het format wat door zo'n adviseur is gegeven. Dat is een format wat heel erg economisch interessant kan zijn. Niet te veel contactuur. Ik bedoel, even de cynische variant. Hè? Ja, die is denk ik iets te cynisch. Ik denk meer het probleem is dat stel dat je dat Old Boys netwerk, wat er wel in zit, dat je dat eruit filtert. En dat is denk ik voor een deel gebeurd, voor een deel niet. Maar het is ook gewoon een heel duur programma. Ja. De Rekenkamer heeft dat wel eens uitgerekend, dat het ongeveer per opleiding 100.000 euro kost. 8.000 opleidingen? En per hogeschool. Stel dat je gemiddelde grote hogeschool heeft 50 opleidingen of 60. Ja. Dat is eens in de 6 jaar. Dat is 1 miljoen per jaar. Is het dat waard? Hè? Dat is alleen voor één hogeschool. Dat is natuurlijk een vraag. Dan heb je nog niet... Er staat zoveel op het spel bij de accreditaties. Hè? Ja. Je kunt natuurlijk je licentie verliezen, maar vooral heel veel negatieve publiciteit krijgen. Dus er wordt natuurlijk ook heel veel aan risicomijding gedaan. Dus hogescholen gaan halverwege zichzelf alles accrediteren als een soort oefening. Ja. En als het gaat ook allemaal tijd en geld in. Ja, en als het bijna zover is, doen we het nog een keer. Dus je kunt je wel afvragen of dit type toezicht, of de kosten opwegen tegen de baten. Daar heb ik wel twijfels over. Ja. Nou, dus heeft ook iets van de slager die zijn eigen vlees keurt op zekere hoogte. Ja, maar goed, het is ook wel, dat zou dan ook wel een beetje een masochistische slager zijn. Want er worden natuurlijk ook soms wel. Hè, er is heel veel door de. In Holland en zo werd natuurlijk heel veel geaccrediteerd of goedgekeurd, wat eigenlijk niet klopte. En dat was natuurlijk breder aan de hand. Maar later is het natuurlijk heel erg streng geworden. Want dat Nederlands-Vlaams accreditatieorgaan was natuurlijk haar geloofwaardigheid ook een beetje kwijt. Ja. En toen heeft hij natuurlijk ook wel het imago verbeterd. En ja, en dat is misschien wat je nu ook wel ziet. Dat merk ik zelfs aan de universiteit. Dat mede als gevolg van heel die diploma-discussie. En eigenlijk de kwaliteitsbewaking. Dat alles nu wordt geformaliseerd. Hè? Dus tentamens met antwoordmodellen daarbij. Ja. Dus de bureaucratie wordt weer... Ja, dat vind ik zelf wel ingewikkeld. En ondertussen krijg je een financiering op basis van de output. En krijg je dus die... Dus je krijgt de ene impuls, eigenlijk zoveel mogelijk produceren. De andere impuls, alles vastleggen. Er is heel weinig professioneel vertrouwen. Dat wou ik zeggen. Dat is precies... Kijk, dat is een... Het vreemde is natuurlijk dat een docent die ook voor een deel een voorbeeldfunctie heeft voor studenten, in een heel sterk geprotocoliseerde omgeving moet werken. Want je kunt natuurlijk niet zeggen, ja, die protocollen, daar sta ik buiten, dat is het systeem. Ja. En docent maakt deel van dat systeem uit. Dus hij moet ze voor een deel ook uitdragen, vertegenwoordigen. En tegelijkertijd willen wij studenten opleiden die kritisch zijn, kritisch denken, creatief zijn, ondernemend worden. Ja. En er zit een geweldige spanning tussen die docent. Die docent die helemaal in dat keurslijf die gedrongen helemaal wordt. In dat keurslijf. De examencommissie die dit. Die heeft en, nog 7 lagen management boven zich. Die professionele ruimte, zoals dat op een gegeven moment is gaan noemen, die is natuurlijk heel sterk ingeperkt door al die protocolisering. Die overigens allemaal goed bedoeld zijn. Hè, want we hebben het over vertrouwen wat terug moet komen. En dat geloof ik ook echt. Ik geloof echt dat het hoger beroepsonderwijs snakt naar nieuw vertrouwen in de docent. Ja. Maar dat betekent ook dat de docent weer de ruimte moet krijgen om zijn vak uit te oefenen. En dat we langzaam ook die sterke geprotocoliseerde omgeving moeten gaan afbouwen. Maar juist ook dat je dus moet investeren in mensen die dat professionele geweten hebben. Die vakkennis serieus nemen. Ja. En dus ook die vorming centraal stellen van die studenten. Nou ja, dat is natuurlijk een variant op dat thema. Dat natuurlijk zolang het HBO SEC alleen maar zo snel mogelijk wil opleiden voor de arbeidsmarkt. Ja, dan ben je natuurlijk ook dat hogere van het hoger beroepsonderwijs eigenlijk alweer kwijt. Dus dat idee wat je noemde net, Bista, die natuurlijk tegenwoordig veel aangehaald wordt als het gaat om beelding. Hoewel hij zelf vindt dat je dat woord niet moet gebruiken, maar we begrijpen wat ermee bedoeld wordt. Dat aspect in het HBO hangt natuurlijk sterk samen met die kenniscultuur. En wat je tegenwoordig ziet is dat beelding weliswaar populair is, maar veel meer in de sfeer van die persoonlijke ontwikkeling neergezet wordt. Maar daar hadden we misschien al wel een beetje genoeg van, hè? Ook in het HBO en zeker in bepaalde sectoren in het HBO. Dus het idee over beelding is ook niet helemaal duidelijk meer. Maar het is wel duidelijk dat als het HBO alleen nog maar opleiden voor de arbeidsmarkt is, dat je dat helemaal gaat kwijtraken. En
Je hebt dus ook docenten nodig die het belang daarvan inzien. En je hebt de ruimte nodig om docenten dat op die manier te laten doen. En er is echt heel erg nodig dat er weer op korte termijn die protocolisering afgebouwd gaat worden. Ja. En vertrouwen komt. En professioneel geweten en vakinhoudelijk verantwoord onderwijs. Ja. En die persoonlijke en algemene vorming eigenlijk een integraal onderdeel daarvan uitmaken. Ja. Goed, ja, Willem, we moeten het gaan afsluiten. Ik dank je enorm voor dit gesprek. Het is denk ik heel duidelijk hoeveel facetten, met hoeveel facetten we te maken hebben wanneer we het hebben over het HBO-onderwijs. Bij alle sectoren. We hadden wat ook nog kunnen bespreken. Wat is de relatie tot de universiteit? Wat is de relatie tot middelbaar beroepsonderwijs? De kwaliteit van lerarenopleidingen. Maar goed, we hebben het generiek over het HBO gehad. En wat zich daar heeft afgespeeld. Nou, ik denk dat het heel helder is geworden dat het geld eigenlijk naar de verkeerde dingen is gegaan. Of te veel naar verkeerde dingen is gegaan. Dat het een goede zaak zou zijn om toch te kijken of we dat kunnen gaan oormerken. Dat thema wat in 2010-11 zo stevig naar boven kwam, dat dat toch weer opgepakt wordt. Want het dreigt nu te verwateren. En de collega die spreekt zelfs over dat er 20% nog maar van dat geld naar het primaire proces gaat. En dat daarbij belangrijk is dat we een idee hebben van die vakinhoud, die kennis, als een toch een vrij essentieel onderdeel. Omdat dat nog steeds op verschillende of op heel veel opleidingen onder druk staat. Nou, dat is denk ik een belangrijk inzicht. Of zijn belangrijke inzichten. Ik wens je veel succes. Ik hoop dat je in ieder geval nog stevig tegen het onderwijs blijft aanbemoeien komende jaren. En nou, wellicht spreken wij elkaar in het kader van Weltschmerz nog eens een keer. Oké, dankjewel. Ja, ook bedankt. Ja.